Nou, ik ben hier vandaag op Wereldwaterdag met allemaal kinderen en hele mooie blauwe t-shirts. Kunnen jullie mij vertellen wat jullie hier aan het doen zijn vandaag? Zeg maar. Nou, wij zijn kinderambassadeurs voor Wereldwaterdag. Dus dan gingen we allemaal beroemde mensen interviewen. Dat is heel leuk. En wie heb je al gesproken vandaag? Wie heb je gesproken? Wie is er beroemd die jij al hebt ontmoet? Nou, nog... Ja, ik weet niet precies wie of wat. Maar ik moet minister Pauw... Nee, Bloemes of zoiets interviewen. En ik moet Willem van Oranje een hand geven en dan meelopen. Oké. Okay. Hey, en jij, wat heb jij vandaag al gedaan hier? Ik heb ook mensen geïnterviewd. En ja, verder... Een beetje rondgekeken en zo. Oké. Okay. Ja. Vind je het leuk om ambassadeur te zijn? Ja, ik vind het heel erg leuk. En wat doe je als ambassadeur? Nou, gewoon ja, interviewen en ja. En wat voor vragen stel je dan meestal? Waarom ze of er bijvoorbeeld een probleem is in het land waar zij wonen. Of er dan water is en dat soort vragen. Heb jij al iets leuks gehoord vandaag? Heel veel dingen. Bijvoorbeeld dat een paar minuten onder de douche of allemaal leuke tips. Dat je maar een paar minuten onder de douche mag? Ja. Ga je zelf dan vaker veel langer onder de douche? Ja. En ga je nou vanavond denken, is wel een beetje zonde, of niet? Ja. Oké. Okay. Hey, en jij? Heb je al iemand ontmoet waarvan je dacht, oh, dat was echt heel gaaf? Nou, eigenlijk nog niet, want we hebben, op straat hebben we mensen geïnterviewd, gewoon mensen van straat, niet bekende mensen. Maar het was wel heel leuk om hun antwoorden te horen. Hey, en ben je nu anders over water gaan denken? Ja, op zich wel, want nu ga je er meer op letten over van ja, je moet niet te veel verspillen en zo. Dus... Gaat er zuiniger mee worden. Ja? Ja. Oké. Okay. Hebben jullie nog iets wat jullie tegen andere kinderen willen zeggen over water? Nee. Ja? Doe voorzichtig met het water en... Helpen, walking for water.